Hi. Hey. Ik had pittig hard de camera hier al neergezet met alle lampen en alles erop en eraan. Om vervolgens te doen alsof ik net binnenkwam. Dat is precies hoe het werkt. Ik zal het maar gewoon toegeven. Het is precies hoe het werkt. Ik had jullie allemaal beet. Start de intro, dames en heren. Schilderij. Zien jullie hem al in 3D of niet dan? Oké, jullie moesten zien wat voor zooi er achter deze camera ligt. Het is werkelijk waar ongelooflijk. Mijn naam is Kelvin, leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje van mij. Ik upload elke week een filmpje. Dat zal ik je maar gewoon even uitleggen. Elke week weer een spannend nieuw iets. En deze week, jawel, 10 verschillende manieren om te lachen. Ik vind het ten eerste super leuk dat jullie kijken vandaag. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Orchidee. Leuk dat jullie kijken. Zo, ik roetste daar even langs de camera. Dat doe ik elke dag. Leuk dat jullie kijken vandaag. Ik heb vandaag een hele speciale video voor jullie. Ik zit even in mijn oog. Het spijt me. Ik zal jullie niet laten. Ik zal hem even omdraaien. Zal ik even in mijn oog zitten. Ik heb ooit van een wijs persoon gehoord dat diegene vond dat als je lachte, dat het het meest gelukkige moment ooit is, omdat je dan lacht. Nu ik er zo over nadenk, is het fucking debiel. Maar alsnog. Er zijn gewoon op deze aarde heel erg veel verschillende manieren om te lachen. En ik ben hier vandaag om dat jullie uit te leggen. Want daar had jij overduidelijk behoefte aan. Orchidee. Nee, niet. Zijn we klaar voor de 10 manieren om te lachen? Ik wel. Let's go. We kennen natuurlijk allemaal als eerste de fotolach. Het is die lach die je opzet als er random een foto wordt gemaakt. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, wordt gewoon even een spoedcursus fotolachen, oké? Dit. Je doet net alsof je wil lachen. Dus je doet net alsof je... Huh? En alsof, snap je, dat geluid, dat moest er ook zeker weten bij ook gewoon. Nee. Verkeerd. Je zeg maar aan tot lach en op het halverwege je lach zet je hem stil en hou je hem zo lang stil mogelijk. Wat? Zo lang mogelijk stil tot het foto is genomen en dan ga je back to normal. En uiteindelijk blijf je zitten met een lach die als je hem langer dan 10 seconden aanhoudt super ongemakkelijk wordt. Twee sluit een beetje aan op nummer 1. De bekende geforceerde lach. Nou, laat me het even uitleggen, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Ik ben nooit eigenlijk goed in fake lachen geweest. Tot het punt kwam waarop ik in één keer met mensen op de foto moest. Laat me met rust. Grapje. In ieder geval. Ik vond het lastig toen ik jong was. We blijven vaak heel erg vaak zitten met het volgende. Oh, iemand neemt een foto. Snel, laten we lachen. Nee. Oh nee. Natuurlijk komen we hier weer foto's van op alle verschillende social media. Bedankt Kelvin dat je je eigen leven weer verneukt. Geen dank. Ik praat tegen mezelf. Moet ik nou mijn tanden laten zien? Of moet ik mijn hele gehemelte laten zien? Of moet ik doen alsof de fotograaf tandarts is? De arrogante lach. De arrogante lach is voor de momenten waarop je een kutopmerking krijgt van iemand. En het enige wat je kan denken is van, oh, hou je bek. En in plaats van dat te zeggen, doe je dit. Hey Kelvin, jouw laatste video was allemaal leuk en aardig hoor, maar je was echt fucking lelijk in die video. Vrouwen zijn er heel erg goed in. Laten we dat voorop stellen. Mannen kunnen het ook zeker weten. Ik was daar net het bewijs van. Maar vrouwen kunnen het zo. De cute lach. Ik vind cute nog zo'n kutwoord. Oh ja, jij bent echt cute. Het is die lach die je voornamelijk gebruikt. Dat als je over straat loopt en je hebt oogcontact met iemand. En dat je het volgende doet. Nou, zij ziet er wel lekker uit. En dan zie je elkaar en dan blijf je kijken en dan gaat het zo. Zo, ik heb haar zo in het bakkie. In bakkie? Dat zeggen we dan ook gewoon hardop, hè? Kijk ze om en denk, wat de fuck zei die gast? Ja, ik heb je in het bakkie. Ja, maar jullie begrijpen wat ik bedoel, oké? En omdat je eigenlijk de ballen niet hebt om die persoon aan te spreken, zeg je maar gewoon dat je hard te get bent of zo tegen jezelf. Dan is het gewoon iets minder pijnlijk dat we met z'n allen gewoon heel erg onzeker zijn. Iets luidruchtiger. We laten ons niet kennen. Deze lach noem ik de ik verstond er geen fuck van lach. Dat moment dat je op een feestje bent en je staat met iemand te praten of iemand zegt iets tegen je of gewoon op straat kan ook, als je geen fuck van iemand verstaat. Dan gaat als volgt. Je bent gewoon aan het chillen en weet ik wat en een maat van jou of iemand die tik je aan en die zegt dit. Hey! Niet dat hij letterlijk zo praat. Dat je die persoon nooit van je leven verstaat. Maar hij zegt waarschijnlijk iets grappigs. En dat je het enige wat je kan doen is dit. Ja. Verstond geen fuck van wat hij zei. We kunnen wel doen met z'n allen alsof we dit niet kennen. Maar we doen het allemaal tegelijkertijd. Niet tegelijk. Maar laat maar zitten. Het varkentje. We hebben allemaal in onze vriendengroep of een meisje of een jongen die het volgende doet. Wat is een mus die klaarkomt? Weet ik niet. Een orgasmus.
Jezus, iedereen die als een varken lacht, die wil gewoon kotsen. Het is gewoon een neiging om te kotsen, maar het lukt nooit. De oude whisky drinkende, sigaretten rokende lach. Je hebt allemaal die oom of die vader of een alcoholverslaafde opa. Je weet, het kan gek lopen in families in de 21ste eeuw. Die persoon die altijd als hij moet lachen, zo lacht. Snap je wat ik bedoel? Nummertje 8. We zijn er bijna. We kennen deze allemaal. Ik zeg volgens mij bij elk punt dat we hem allemaal kennen. Maar deze kennen we denk ik echt allemaal. Voor die personen die lachen. Je maakt een grap. Oké, het lijkt erop alsof ze aan het lachen zijn. Elk teken is daar. De gezichtsexpressie. De lichaamshouding. De grap van tevoren waarom ze zouden moeten lachen. Maar het enige wat ontbreekt is geluid. Maak geluid. Oké, we willen met z'n allen horen dat mijn grap grappig was, oké? Dat is gewoon een beetje hard to get lachen is dat. Ja, ik vond je wel grappig, maar ook weer niet. Dus, oké, ik doe wel gewoon alsof. Ik lach wel gewoon, maar dan zonder geluid. Als iemand in mijn omgeving straks lacht, zonder geluid te maken. Oh my god. I'm a fucking kill you. Nummer 9 is de Migusta. Dus die lacht dat als je een berichtje krijgt van degene die je leuk vindt. Een berichtje krijgt van je vriendinnetje. Of van wie de fuck dan ook. Of misschien niet je vriendinnetje, kan ook. Dat je een berichtje krijgt, super cute. Want ja, dat zeggen we tegenwoordig allemaal. Maar we kennen het allemaal, dat je naar je scherm kijkt en denkt van... Screenshots, kom maar! Laatste. En dit is bewaard tot het eind. Dus zoals je kon zien, want het was nummer 10. Dat was pittig logisch. Nummer 10 heb ik voor het laatst bewaard, omdat hij heel dicht bij mij ligt. Dit is eigenlijk de manier waarop ik vaak in de lach schiet. Namelijk als volgt. Ik zit gewoon te chillen en iemand zegt een grap. En de manier waarop ik dan vaak begin te lachen is echt alsof ik een soort van... Alsof ik een baby uitkots vaak. Het is een soort van niezen, maar ook kotsen tegelijkertijd. Gewoon uit het niet. Out of nowhere gaat het... Of ik zal het gewoon wel niet meer doen, oké? Gewoon voor jullie veiligheid zal ik het niet meer doen. Stop, politie! Dat waren 10 manieren om te lachen in deze video. Nou, heb jij zoiets van, hè? Ik heb tijdens deze video wel gelachen. Nee. Kans is aanwezig, aangezien ik overduidelijk te grappig ben voor deze wereld. Jovin, shoot yourself. Nee, als je deze video nou leuk vond, of je vond mij leuk, of je vond dit schilderij leuk, kun je andere video's van mij kijken op mijn kanaal. Dat is youtube.com/thekelvlog. Het kanaal waar je je nu op bevindt, kun je abonneren. En dan ben je voor altijd op de hoogte van mijn nieuwe video's. Duidelijke taal, of niet dan? Volg mij op Twitter en Instagram. Dat is @calvijn. En ook @calvijn. Dag! Doei! Doei! Diep! Oh, de lift gaat naar beneden. Oh, ja, we gaan naar beneden. Dag!